En dan welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van het kattenspel Stray, waar we een zwerfkat zijn. En ja, we gaan weer verder in ons avontuur wat we hierin beleven. We waren natuurlijk hier voor het laatst gebleven, we wisten niet zo goed wat hier de bedoeling was. Nou, uiteindelijk heb ik al even uitgezocht buiten opnames om en weet ik het inmiddels nu wel. Er zijn mensen bezig boven met de verf gooien. Even kijken waar die winkel is, want dat is tegenover die winkel. Nou ja, naast de winkel. Wil ik even snel kijken waar die ook alweer was. Die winkel is namelijk op het moment nog gesloten. En daar moeten wij dan iets halen, zodat we die trui kunnen laten maken. Dan moeten we een elektriciteitskabel kopen. Van dat. Maar ik moet eventjes kijken waar het ook alweer was. Hier niet, lijkt mij. Nee, dit is het café. Het is hier dichtbij. Het is hier. Hier komen we. En dan moeten we er zo komen. Kijk. Even afwachten. Ja. Oké, nu komt die man buiten. Oh jee, hebben hun het weer gedaan. Arme jongens, hebben hun het weer allemaal gedaan. Oeps. En dat is onze schuld, omdat hij schrok een beetje van ons, omdat we aan het miauwen waren. Speel niet bij mijn winkelklus die je er bent. Oké, nou, we zijn nu dus binnen in zijn winkel. We zijn op zoek naar wat hij verkoopt. Nou ja, wat hij verkoopt, waar hij de boel schoon mee maakt. Maar hij moet alweer zijn winkel schoonmaken, dus oftewel het gebeurt heel vaak. Hier moeten we zijn. Mooi. Wat hebben we nodig, denk ik? Want dan kunnen we die elektriciteitskabel gaan kopen. Als het goed is. Was dat niet hier? Nee, dat was hier niet. Dat was hiernaast. Zo. We hebben die elektriciteitskabel. Dan moeten we nu naar oma toe. Althans, zo noemt ze zich. En dan kunnen we aan oma de kabel geven. En dan gaat oma voor ons een trui maken. Want dan kan degene die ons helpt, heeft het dan weer lekker warm. Want die wou een trui. Nou, dat regelen wij dan ook. Dan moet ik even kijken waar ze was. Volgens mij was die hier. En dan hier de hoek om. Ja, kijk, daar zit ze al. Hallo mevrouw. Mooi, ik weet niet wat je met die elektriciteitskabel moest, maar ze is bezig. Ah, wat lief. Alsjeblieft, geintje, hij past goed bij je. Nou ja, ik geef hem niet aan mezelf. Nou, laten we haar nog even bedanken. Waarom hoor ik opeens rare muziek? What the fuck, waar gaat dit over? Er wonen gare mensen in dit dorp. Even kijken hoor. Oh. Dat was hij. We zijn verkeerd. Waar woonde die guy ook alweer? Waar woonde Elliot?
Het was hier dichtbij. Het was dichtbij oma. Laat ik even daar weer starten. Het is hier, hè? Ja, Elliot programming. We moeten even krabben, want dan doen ze de deur open. Want dan weten ze dat er een kat voor staat. Ga je hem nog dicht doen? Nee, dus. Je doet hem wel heel laat dicht. Ik heb hem! Laat me hem eens passen. Oké, ik denk niet dat dit veel helpt, maar... Zo, ik heb nog nooit zo snel iemand een walkie-talkie zien repareren, althans een tracker. Mooi. Oké, die zou nu goed moeten werken. Dus dan moeten we terug naar het café, denk ik. Waar Momo is. Ik ga hem nog open doen voor mij. Nestor, dank u wel, meneer Nestor. Yeah, where you can go. Ons pushy heeft er zin in. Even kijken. Volgens mij is het een kat, maar dat maakt niet uit. Welke zullen we nooit achterkomen? Hier is het. Momi! Maar jij had dat ding toch nodig? Wat kunnen we dan met die trekker? Oh, wacht, we moeten naar Seamus. Het was zijn ding, niet die van Momo. Waar was Seamus? We kwamen hier langs. En dan stond hier ergens een deur open, toch? Zeker, Seamus! We hebben hem! We hebben hem gerepareerd voor jou! Geef hier. Ja, hebben we hem. Maar hij doet zijn best. Seamus is happy, dan zijn wij ook happy. We hebben een ping. Leeft papa echt nog? Ik kan het niet geloven. Laten we de trekker volgen. Misschien komen we erachter waar mijn vader naartoe is gegaan. Oké, dus ik moet hem volgen nu. Deze game is wel echt gedetailleerd. Oh, die is echt niet blij. Hij heeft wel een mooie jas aan, hè? Past hem goed. En wij lopen er rustig achteraan. Hij loopt niet zo hard. Robots kunnen niet rennen. Althans, ik heb het ze nog niet zien doen. Zijn voeten gaan dwars door de trappen heen. Ach ja, mij niet uit. Oh, deze deur gaat nu open. Ik dacht al, waarvoor dient deze toch? Dit moet het zijn. Hij heeft de stopbewijs echt verlaten. Het is gevaarlijk, maar ik moet het zeker weten. Ik moet het weten. We gaan ervoor. Oké, waarom nou weer? Dit lijkt mij niet goed. Maar hij gaat wel met ons mee.
Ik kan het zeggen, doe die deur wel dicht, anders komen die beesten straks bij hun binnen en daar hebben we geen zin in natuurlijk. Moet je al die zurkeieren zien? Ze zullen ons opeten, ik kan dit niet. Ik ben niet zo snel als jij, de zurk zullen we zeker te pakken krijgen. Hier in deze best, mijn vader zal hem herkennen, hij zal weten dat je een vriend bent. Ik maak de deur voor je open, mooi. Waar zijn die zurks? Moeten die kant op? Een dood spoor. Oké, dit wordt dus niet leuk. Waar moet ik heen? Oké, rennen voor je leven. Rennen voor wat je waar bent, sukkel. Oh mijn god, waar komen al die zurks vandaan? Nee, joh, rennen. Rennen, jij nutteloze poes. Wat hebben we ook weer overleefd? Dan moeten we er zo weer op, denk ik, springen. Want dan komen we op die kant uit. Zo. Maar slim zijn noemen we dit. Hartstikke idee. Oh, wat vet hoor. Arme poes. Leven we nog? Ja, de kat leeft nog. Hoe hebben we dit allemaal overleefd? Is alles in orde? Dat was een enorme val. Doc moet hier in de buurt zijn. We moeten dichtbij zijn. Oh ja. Oh, de kat heeft wel last. Oh, hij likt even zijn pootje. Ah, het poot likken werkt dus altijd. Maar hier kan hij toch nooit zijn, want hij kan hier toch nooit opklimmen, jongens. Anders is het wel een heel slim persoon. Nou, het lijkt er wel op. Ja, het lijkt er toch op dat hij teken van leven is, denk ik. Of zou hij niet meer leven? Dat zou wel tot erg zijn voor die jongen. Hij heeft al die hoop dat zijn vader leeft. En misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar misschien ook wel. Daar gaan we nu achter komen. Hoop ik. Ik hoop voor die jongen dat we hem vinden. Hierin. Ik heb het gevoel dat we een rondje lopen nu. Ik denk wel dat we hier moeten zijn. Ik denk dat we daar bovenop moeten zien te komen. Maar hoe? Of moeten we die code in gaan typen?
ben even aan het nadenken. En ja, het doet zeer. Hier zijn we net opgesprongen. Even kijken. Ik hoop dat we die man nog wel kunnen vinden, levend het liefst. Ja, moeten we niet iets doen hier eigenlijk, vraag ik mij nu af. Ja, dat moet sowieso wel. Kijk, ik zie hier een stroomkabel lopen. Die loopt hier langs. En die loopt hier naar binnen. Ja, kijk, we moeten hier wel wat doen. En die staat aan. En hij heeft van die zurks. Het zijn aardig gemuteerde dingen. Moet ik eerlijk zeggen. Maar deze stroomkabel kan ons dus dan kan ons denk ik dan toch ergens heen leiden, neem ik aan. De stroom moet toch ergens vandaan komen, zou je denken. Of zijn we nu echt hier ergens naar op zoek? En dan natuurlijk naar sporen of er hier überhaupt nog iemand leeft. Oh, we kunnen ook wel naar beneden. Ja! Ja, hij leeft nog! Ik zou willen dat ik naar huis kon. Misschien mis mijn zoon heel erg. Je kunt eventueel rondkijken in het huis, maar ik heb geen idee hoe ik moet ontsnappen. Hij heeft weer een herinnering. Ondanks de moeilijkheden die ze veroorzaakte, leken de volwassenen erg veel van ze te houden. Doc zegt altijd dat mist dat heel erg. Ja, dat is leuk. We hebben 22% gevonden. Ja, waar kunnen we eruit? Hebben we enig idee? Nee, op dit moment niet. Maar ik ben wel blij voor die jongen dat we hem hebben gevonden. Ik denk dat we boven het beste kunnen komen. We kunnen nog met hem praten. Nee hoor, niet als het aan mij ligt. Ik zie daar nog wat. Nou, dat is niks bijzonders voor de rest. Hij heeft het wel allemaal slim gebouwd, althans of het was of zo, dat kan natuurlijk ook nog. Misschien kunnen we wat met het stroom doen of zo. Ik kom hier niet meer uit, denk ik. Oh wel, via die kant nog. Nee, ook niet. Nee, dat is wel grappig. Kan ik er niet uit? Nee. Verdorie, ik wil eruit, want ik denk dat buiten de oplossing ligt. Hij zit hier te kijken, dus ligt hier misschien wat. Ligt hier misschien ergens een uitgang? Lekt wel. Ik
moeten buiten zien te komen. Maar ja, dat is een goede vraag. Hoe we dat gaan doen. Want ik denk dat we dus iets moeten doen met die stroomkabels. Maar dat is mijn mening. Ik denk dat we boven iets moeten kunnen vinden, denk ik. Of juist wel hier. Ja, hij denkt juist wel hier, want kijk hier. Hachiki idee. Ik dacht al, waarom zit hij hier te kijken? Maar dat was dus wel een hint van de game. Ik ben niet snel genoeg, maar jij misschien wel. Als jij de generator kunt komen om de zekering te kunnen vangen, moet ik de deflector kunnen opladen. Kom op, volg mij. Ik zal je laten zien wat je moet doen. Volgens mij, als hij elke keer dood ging, draaide hij een nieuw draadje in zich. Hier, neem de zekering, hij is gloednieuw. Oké, dan doen we dat nog en dan sluiten we de video in ieder geval af. Oké, nou, we gaan hierheen. Hachikide. En Hachikide. En dan moeten we denk ik een bedrading gaan volgen. Ik denk dat ik al weet dat ik het heb gezien. Kijk, het komt hier wel langs. Ja, het is hier. Mooi, die doet het weer. Oh-oh. Oh mijn god, hij doet het gewoon. Oh ja, bedankt voor het helpen, meneer hoor. Bedank het u van harte. Ik ga weer dood. Ik zie niks, hè? Via deze kant. Nou, hij ook weer blij. Ongelooflijk, je hebt de generator weer geactiveerd. Heb je gezien hoe sterk de deflector is? Het is absoluut onze uitweg. Wacht even, misschien kan ik deze deflector op je drone zetten. Oké, we gaan hem gewoon nog even terugbrengen naar het dorp. Is wel zo leuk. Kunnen we daar de video eindigen? Is hij weer herenigd met zijn zoon? Dat wil hij gewoon heel graag. Is natuurlijk volkomen logisch. Dus we gaan Siemens weer herenigen met zijn vader. Maar hoe doe ik de deflector aan? Schakel al die zurks uit zodat wij door kunnen. Maar hoe? L1 vasthouden. Wauw, het werkt fantastisch. Maar zoals ik al dacht, kan het overhitten. We laten hem even afkoelen als dat gebeurt. Ik hoop dat hij blijft werken totdat we in het dorp zijn aangekomen. Ja, anders ben je dood. Dus dit moet het leven al een stukje makkelijker gaan maken.
Daar komen sowieso zurks uit. Dat kan niet anders. Deze schakelaar werkt niet. Volgens mij is de elektriciteit afgesneden. Er moet een manier zijn om de deur te openen. Hij gaat even kijken. Ik kan misschien eventjes kijken. Nee, hij weet het ook niet volgens mij. Of, wacht, misschien kunnen we deze dingen juist wel gebruiken. Ze staan er toch niet voor niets, zou je denken? Ze staan er wel niet voor niets. Of wacht, kan ik deze dingen niet gebruiken om daar bovenop te komen of zo? Ik heb geen idee wat nu de bedoeling is. Even kijken hoor, ik ben even aan het nadenken. Want deze dingen kan je vaak gebruiken om ergens op te komen. Alleen ja, ze stonden nu totaal niet praktisch. Andere manier zijn om het open te maken. Misschien dat we via die kant juist wel daarop kunnen springen. Nou, dat denk ik niet. Wacht, ik ga het wel proberen. We gaan het zeker eens proberen, maar of we er ook uitkomen, dat is een tweede. Zo, dat was snel. Ze staan elkaar een beetje in de weg, heb ik het gevoel. Maar dit wordt niks. Ik denk niet dat we hier in ieder geval moeten doen. Even zelf op zoek naar de oplossing. Dat is nog lang niet zo makkelijk, blijkt. Moeten we niet via deze kant terug? Even kijken. Is hier niks bijzonders. Ik kan me zo voorstellen dat misschien hier wel wat zit. Nee, dit is zijn huis. Het is mij namelijk nog even onduidelijk hoe we nou daadwerkelijk binnenkomen. Even nadenken jongens, help mij eens even mee. Oh wacht, we zijn niet live, dus dat kan niet. Ja, wij gaan even op zoek naar de oplossing. En ik denk dat ik die heb, want ik zie wat bijzonders. Want kijk, daar zit een rapie. Dat zag ik even in een oogopslag. Ik denk niet dat we er zo in komen. Nee, zo nog niet. Hij moet iets dichterbij. Dus deze dingen staan er altijd niet voor niets. Wat je idee. En kijk, zo komen we binnen. Via dit. En dan moeten we... Wat je idee. Oké. Oh,
Godverdomme, ja, ik wist even niet meer hoe ik dat ding moest gebruiken. Nou, dit was niet handig. Maar de weg naar het dorp was niet te lang, dus misschien kunnen we het nog wel vinden. Dat hopen we wel, toch? Deze hebben we nu opengemaakt, toch? Nee, nog niet. Nu wel. Hartstikke idee. Dat ding raakt inderdaad oververhit en dat is heel irritant. Misschien moeten we het gewoon beter gaan timen of zo. Ik heb geen idee. Nou ja, dit is het ook niet. Niet in ieder geval dwars doorheen rennen. Dames en heren, anders duurt de video wel te lang. In de volgende video gaan we hem gewoon herenigen met zijn zoon. En dan zie ik jullie later bij de volgende video. Later mensen!